De staatskas was nooit leeggeroofd. De kasreserve en de monetaire reserve is nooit leeggeroofd. Deze regering heeft de verkiezingen gewonnen op basis van leugens. En de waarheid, met de waarheid gaan we ze weghalen. Dank u. Goed, dank u wel. Dat wat hij zegt, dat is de leugen. En dat is de wijze van misleiding die men nu toepast. Waarschijnlijk om zo te proberen de verkiezingen straks te winnen. Maar het is gewoon een feit. Januari 2020 zijn de banken toch erachter gekomen dat de cashreserve van bijna $200 miljoen verdwenen was. Oneigenlijk gebruik. Zonder toestemming van hun is het gebruik geworden. En we kennen allemaal die persconferentie waar de president, de toenmalige president, niet kon verklaren wat er met dat geld is gebeurd. En letterlijk zei tralala. En weet je wat nog erger is? We zijn nog steeds, tot en met 2027 of 2028, gaan wij dat geld dat verdwenen is, terug moeten betalen. Het wordt door de regering betaald aan de centrale bank ten behoeve van de banken. En met een rente van, ik denk, 7%. Moet terugbetaald worden aan de banken. Ja, dus als we nu zeggen dat het niet verdwenen is, als het niet, zoals hij het zegt, leeggeroofd is, dan waarom moeten we terugbetalen? Begrijpt u? Ja. Dus, het is al een hele tijd een gedoe, hè, van is dat geld bij de centrale bank nou weg of niet weg? Ik hoorde... Nee, het is weggegaan. En in 2020, ja. op 4 mei om precies te zijn, 4 mei 2020, is er een overeenkomst getekend tussen de banken en de centrale bank van Suriname. Dat zoiets niet meer gebeurt? Nee, dat ging om de terugbetaling. Oké. Okay. De terugbetaling is al gebeurd. Dat niet meer gebeurt, dat is ergens in februari, nadat ze het hebben ontdekt, zijn ze meteen aan tafel gegaan met de centrale bank en hebben ze gezegd, alles wat nog over is, moet geringfenst worden. Ja, ja. Dat wil zeggen, de centrale bank mag helemaal niet meer aan dat geld gaan van de banken, de kasreserve, zonder dat de banken toestemming geven. Als ik me niet vergis, zijn die gelden toen op een buitenlandse rekening gezet, waarbij de tekenbevoegdheid ook bij de bank is. Dus aan dat geld kon niemand meer komen. Maar waarom blijft men daar toch zo op hameren, dat er geen geld verdwenen is? Omdat men een verkiezing wil gaan winnen, toch? En men is bezig met misleiding. Maar ja, meneer Tsang zegt ook van, middels misleiding en leugens heeft de VHP... de strijd gewonnen. Bent u het daarmee eens? Nee, helemaal niet. Iedereen weet wat de situatie was tijdens de verkiezingen van 2020. En wat voor schulden we hadden. De verslagen van de rekenkamer? Nee, niet de rekenkamer. Bureau staatsschuld. Ja. Die geven duidelijk aan dat we buitenlandse schuld rond de $2 miljard was. Dat de binnenlandse schuld rond de $1,7 miljard was. Dus het is, en dat is waar we altijd over hebben gesproken, 4 miljard schuld. En iedereen weet dat, het staat daar, het is even zeer bekend.